Bij een autobedrijf in Oosterhout is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand uitgebroken. De vlammen sloegen uit het dak en ook kwam er veel rook vrij. Het gaat om het bedrijf Land Rover Terlouw dat dure personenauto's verkoopt. Rond 16:30 werd de brand gemeld door een voorbijganger die rook uit het pand zag komen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Midden ontstond de brand aan de achterkant van het gebouw, waar de werkplaats zit. Mede door de brandpreventievoorzieningen in het pand heeft het vuur niet de showroom bereikt. Wel is daar rookschade. Nou, wat er precies in de brand stond, in het pand zelf, ja, het is een garagebedrijf, dus denk aan de spullen die daar staan. Momenteel een item is natuurlijk zijn accu's. In het garagebedrijf aan de achterkant, waar de reparaties uitgevoerd werden, daar stonden onder andere 3 accu's. Er stonden verder geen elektrische auto's binnen, dus die hebben in ieder geval niet meegedaan aan de brand. Ook is er een NL Alert uitgegeven voor mensen in de omgeving. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Daarom is er ook een NL Alert uitgegaan vanwege de rookontwikkeling. Die trok ook over de A15. Gelukkig heeft het verkeer wel altijd door kunnen rijden. En momenteel is de rookontwikkeling ook af aan het nemen. Dus de snelheidsbeperking die er op de A15 was, die is er ook af. Het verkeer kan gewoon nog vlot doorrijden nu. Ook burgemeester Hoytink-Ruilbos kwam ter plaatse en noemt de gebeurtenis intens. Ik heb ook de beide eigenaren kort gesproken, om zijn hart onder de riem te steken en om aan te geven dat als wij vanuit de gemeente iets kunnen betekenen rondom vergunningen of iets anders, dat we daar contact over hebben. En als je dit ziet voor je eigen bedrijf, dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. Dus, Ondanks dat de burgemeester wel bekend is met de brandweer, blijft zo'n gebeurtenis ook voor haar ingrijpend. Ik ga ieder jaar mee met alle posten op oefening een avond. Dat zijn er bij ons dan 5 in de gemeente. Dus dan zie je het wel en dan spreek je de mensen. Dus die ken ik inmiddels ook wel. En dit maakt toch weer impact. Er zijn geen gewonden, maar dit was echt een grote brand. Dus ik vind vooral dat vrijwilligers en professionals dit dan zo onder controle weten te krijgen. Ondanks de schade die natuurlijk wel is opgelopen, daar heb ik diep respect voor.